GoPlay Podcast Hallo beste MMA-liefhebbers en welkom bij Op Back is de allereerste aflevering die ook op uh, GoPlay te zien zal zijn. Net zoals UFC 300 dit weekend. En daarom ook veel aandacht voor die kaart. Maar beginnen doen we met onze eigen Jan want binnen twee weken is het weer zover. Het wordt bedtijd voor de q bomb uh, Glasgow. Cage Warriors tegen Constantinos. En Telis, dat ik het goed uitspreek. Jan, eerst vooral, wie en vooral, wist is met u en wat moeten we van onze Constantinos verwachten? Echt, jij zegt het wordt. Ja. Het wordt bitter voor Jan. Alleen ja. jij... niet voor de Jan. Het wordt jij voor ja. Dus jij voorspelt die... heel ah. Ik hè? hoop ook dat het geen bitterheid voor mij wordt. Uh, Oké. Okay. Nee, ik voel mij heel goed, Andries. Uh, ik heb een goede voorbereiding gehad en nog altijd aan het hebben. Uh, ik heb er wel uh, zin in en ben er klaar voor. Uh, ja. Wat voor iemand is het? Nog een hele jonge gast, wel al vroeg begonnen, dus hij uh, is nu nog maar twee of 23 jaar. Uh, een Griek, de nummer één van Griekenland, maar dat zegt ook niet heel veel natuurlijk. Uh, maar zeker een heel groot talent. Uh, jonge gast, heel fysiek sterk denk ik, explosief. Uh, maar een beetje een type vechter waar ik al veel tegen heb gekomen. Ze een standaard MMA-archetype, uh, kleine stocky, wrestler, boxer. Dus dat is iets. Uh, dat waar je, je voldoende uit. sparringpartners voor hebt, bijvoorbeeld om dat nou te bootsen. Iets dat je veel tegenkomt. Is waar ik al regelmatig tegen heb gevochten. Dus ik heb er een goed gevoel bij. Ja. Ik heb er uh, zin in. 20 april in, in Glasgow, in Schotland. Maar het schijnt, dan zie je de Sirtaki om je te verwarren. <laughs> ja, ik wil uh, mijn eigen move zijn. Hè. Hoe gaat het hem pakken? Uh, Hij luistert toch niet. Ja, nee. Ik spreek er niet te hard op vast binnen. Ik wil uh, volledige vrijheid hebben dat ik me niet zo erg in. Maar er zijn natuurlijk. Hey, Opportuniteiten ik zie tegen hem. Jij pakt je knie heel tijd vast. Is dat voor de molkijkers? Ja, die knie die is er <laughs> altijd. Ja. Dat, is dat is eigenlijk ja. een teken. Het gaat ja. met knietjes. Aan, hè? Ja. Uh, dat kan zeker. Wow. Uh, ja, het, is, het is een beetje een wilde, een hard naar voren komende vechter. Om dus, um, dan opvangen met iets, is zeker een, uh, een goede optie. Maar wel een goede bijnaam, vind ik. The Gambler. Ja, Wat <laughs> ja. je al gezegd. Dat bedtijd is voor Dejan. Nu vinden ze hem bijna beter ja, ja. dan de professor. Maar waar wordt het volgende dan niet hier Ik kan, kan ik nog even zeggen? Uh, hij wint vaak op submission. Dat zoiets. is een top zo. Dat, jongen. Ja, hij heeft inderdaad uh, vijf van zijn acht winsten op submission, uh, maar ook hij is ook de Griekse kampioen kickboxen en zo. Dus hij is wel echt wel rounded Ik uh, ja, hij is op zo'n twaalf jaar of zo begonnen met MMA. Want in zijn eerste wedstrijd dat ook al tien jaar geleden. Um, dus ja, well-rounded. Overal sterk, denk ik. Um, Veel de heb respect ik van u voor hem, hè, man. Hè? Ja, ik denk, altijd. Ik ga nooit uh, over een tegenstander nee, nee. Uh, ervan uitgaan dat het een Mackie wordt. Maar ik heb er wel zelfvertrouwen in. Dat kan ik ook wel zeggen. Dat ik uh, mezelf hoger inschat dan hem. En dus ook mijn vertrouwen in die match stap Ik heb mij goed kunnen voorbereiden. Ik ben fysiek is, uh, helemaal in rustig, orde. Hè, Twee ja. weken voordat je ja. in een kooi en die gaat toe. hè. Dat is waar, hè. En dan uh, is dat. Altijd al zo geweest? Uh, ik denk dat ik nu wel heel rustig ben, ja, omdat ik uh, er vertrouwen in heb. Maar uh, ja, er zijn ook zenuwen natuurlijk. Hè, omdat ja. ik weet wat eraan komt en omdat ik weet, je moet performen op, die, op dat moment, op die avond, moet het ook allemaal goed gaan. Het maakt niet uit hoe dat goed naar mijn trainingskamp is gelopen, maar als ik mij die dag niet helemaal scherp voel of, of dat kwartiertje van de avond uh, niet helemaal gefocust ben, kan het ook misgaan. Dus daar ben ik me ook bewust van. Uh, hoe groot is het verschil tussen. Uh, um uit een verliespartij komen en uit een winstpartij komen. Er is een verschil, ongetwijfeld. Ja, maar. nee, dat is uh, zeker een verschil. Het, is, het hangt veel van af, natuurlijk. Hè. Want je wilt niet twee wedstrijden op blijven verliezen, want dan dropt je stok ja. serieus natuurlijk. Uh, ik heb nu verloren tegen Paul News, waar nog altijd ring, algemeen gezien wordt als het grootste talent buiten de UFC of zo. Dus uh, daar kan ik. Mijn leven ondertussen. Uh, ik ga dat nu gewoon recht zetten en terug op nummer 1. En terug iedereen laten zien waarom dat ik de nummer 1 contender was en voor een titel ging vechten. En dat dat gewoon is van, ja. nou ja, hij heeft uh, een foutje gemaakt en dat was het dan ook. Maar een tegen minister. een kampioen. Ja, exact. Ja, ja en, uh, en hoeveel, want je ziet er ook al iets scherper. Niet dat je hier ooit uh, niet scherp ziet <laughs> ja. maar al, uh, is het al begonnen? De, ja, dus ik zit uh, uh, morgen nu ja, 79,5. Dus uh, ja, nog 9 kilo. Nog 9 kilo? Aan ja. dal, waar ja, waar ja. zit dat? Tenen. Ja. In nee, zo'n gigantische bal, zeg <laughs> Maar ja, dat, dat is allemaal vocht hè, dat er nu uit moet. Dus ik, dat, nu, uh, ja. dat wordt geen leuk proces de komende twee weken, maar dat wordt erbij. En ik weet dat ik haal, ik weet dat ik dat ken, ik heb de goede ja. manier ervoor. Wil jij gewoon een laten doen? Of nee? niet? Nee. 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 Oké, okay. nee. ik ben gewoon benieuwd. Maar Wat wilde jij een Ja, jij nee. eerst en dan weer. Nou dan, dan vocht, dan ja. ja. <laughs> Leuven vocht. Ja. <laughs> Waarom wou jij zijn... Leuves? Omdat ik, ik benieuwd ben dat hier geen fitness, een 9 hey, kilo was. Ja, ik vind dat wel wetenschappelijk worden. Ja, ik zal een foto... dat okay, is goed. Dus dat is dan echt gewoon... Uh, vocht, sorry. Okay. Ja. Maar dat is wel zo, je gaat nu... Want nu nu je ja, gewicht aan het verliezen op een... Een uh, soort dieetwijze, namelijk ja, ja. gewoon op je voeding letten. Tot, tot welk gewicht ga dat je echt zo richting sauna en het laatste weight cut gaan? Wat is je ja, startgewicht voor de week? Ik zou cut? zeggen, komende week verlies ik nog een, komende week, ja, tien dagen verlies ik nog een kilo of zo, dus in, in vetmassa. Uh, en dan maandag van fight week hoop ik 78,5 of zo te wegen. En dan is het eigenlijk 8 kilo die laatste week. Oké. Okay. Uh, ja. Dat is dus verschrikkelijk de... veel. Ja, dat is ook heel veel. En dat is zeker niet aangenaam. Maar dat is wel een beetje wat dat iedereen doet. Ik zit misschien wel een, een hogere kant erbij, omdat ik veel gewicht kan kutten omdat ik lang ben en o, van nature uh, vlot zweet en vocht verliezen. Dus ja. Maar is het dan, dan wel bijvoorbeeld? Ja. Zeg maar iets: hey, je begint er op maandag aan. Zijn dat, is dat een soort parameters? Dinsdag moeten we daar zitten, woensdag daar? Want dan ja. zitten we in de problemen. Ja, dus uh, elke dag heeft een beetje een ander plan. Hè. Dus je, je start de week met um, heel veel water net eigenlijk. Heel veel water, 7, 8 liter water per dag voor oh. drie dagen lang. Maar je eet geen zout, geen koolhydraten. En door al dat water en doordat je die, die koolhydraten en dat zout weghaalt, verlies je eigenlijk heel veel vocht daardoor. Dus je begint je lichaam een beetje te flushen, ja. uh, al je voorraden uit je lichaam te krijgen en dan. Op het einde van de week wordt er een actief uh, proces, waar je echt actief gewoon in een warm bad gaat zitten, in een warmte deken afwisselend, in een sauna doen sommige daar om actief dat, dat vocht uit je lichaam te trekken en dan ondertussen natuurlijk niet te drinken en te Wordt ja, dat slecht gezien? <coughs> Zoals hangry, ja, als je ja. honger hebt? Ja, extreem. En dat gaat zelfs niet zozeer over die honger, maar het is vooral die dorst. En dus oh, uitgedroogd zijn, je lichaam schreeuwt alarmsignalen van ja. drink alsjeblieft, stop hiermee, en je mag dat niet doen, dus je moet dat altijd onderdrukken. Ja, je voelt je heel slap natuurlijk omdat je, je, je bloedvolume zakt heel erg dus je hebt constant het gevoel zeker zo die laatste uren van de weekkit dat je gaat flauwvallen eigenlijk dus, er is wel, het is don't een mega, try this at home ja dat is maar een mega het is wel, cliché maar dat ja. klinkt zo gezond. Ja, ja. 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 ik heb er wel iets scoort en zelfs dat ze als ze we een weightcut willen halen dat ze zelfs bloed Dat weegt minder bloed dat we in lichaam ja. een liter is een kilo hè dat of is wel niet. illegaal dus dat mag niet ah. maar omdat je geen uh, ja. Een transfusies mocht doen, sowieso niet. Maar inderdaad, ja, als je een kilo boven je gewicht zit, dan je kunt een kilo bloed aftappen en een deze gisteren is dat plakkertje hier <laughs> op je ja, LMF ja, ja, Ik heb nu toevallig echt bloed laten zien. Ik ga morgen voor te testen omdat Loof, jij maar zegt, maar <laughs> ja, ik wil het 6-bijveld dan niet aan. ging jij vol. Ik stond altijd niet Nee, Ik moet jij laten checken ook voor eh, dus, uh, HIV en zo. Omdat ah, je ja. Ja. bloed kunt verliezen tijdens de wedstrijd, zodat jij en hun tegenstander allebei elkaar ja. uh, natuurlijk niet kunt besmetten. Dus dat moest nu vandaag nog gebeuren, dus vandaar dat ik bloed heb Waanzin, hè? Ja. Uh, we zullen het straks nog even over terug hebben. Want uh, voor UFC 300 uh, is het ook uh, Kayla Harrison die haar grote debuut maakt. Waar nu ook al wel van gezegd wordt dat ze er toch allemaal vingers crossen en dat ze het gewicht gaan halen. Want ja. die heeft altijd op lichtgewicht gevochten, 155 en die moet naar 135. Ik kan me ook voorstellen dat dat redelijk logischerwijs misschien een heavyweight is. Is 20 pond ook nog iets anders dan dat je al in die lagere categorieën zit. We zullen het straks even over hebben. Ik heb nog een vraag van de Jan. Want gevecht... Zo schattig, dat je altijd je vinger opsteekt. Ah ja, sorry. Mm -hmm. Omdat in Typs van gedacht, ben ik ook een MMA-vechter. En als aan mijn kinderen vertellen of zo, dat je daarvan droomt zijn die ongerust. Uw kinderen mogen die mee naar die partij of. Hoe nou, zit dat dat mag, maar ik, bij mijn kinderen zijn er eerste veel te jong om te, te, te doen. En ook als ze nu vijf jaar ouder zouden zijn of zo, zou ik dat ook niet doen. Nee. Ik denk dat. dat um... Geen, niet van een slecht voorbeeld is nee. of maar dat is wel een heel intense uh, ja, er gegeven. Zijn er zijn heel intense gebeurtenissen. Ja, en als dat goed uitloopt en je zet een man die avond, dan is het heel leuk dat je <laughs> kinderen mee de gooien kunt. En, kunnen en <laughs> op een en dan belt is is kunnen vastpakken. <laughs> maar de realiteit is wel dat er altijd een kans is dat het slecht afloopt en dat je inderdaad op een blankaart eindigt en door de je kinderen nee. aandoen. Nee. Ik vind dat zelf de, de, de risk-reward. Ja, ja, ja. Uh, nu waard. En uw dus vrouw, het, gaat die mee naar Glasgow? Ja, nu niet, maar die, is, die gaat ja. wel regelmatig mee. Ja. Nu komt hij uh, niet goed uit. Uh, maar die komt wel eens kijken. Ja. En, een, uh, en kan hij dat aan? Ja, toch wel. Ja. Die heeft ook wel veel zenuwen, natuurlijk, voordat hij uh, die wedstrijd moet bekijken. Maar uh, die heeft er altijd wel vertrouwen in met die wedstrijd. Hoe hard dat je ja, is voor ja, ja. uh, die gaat ervan uit dat je iedereen gaat pakken. Kan dan. die ook vechten, uw vrouw? Nee, dat niet. Nee. Nee, nee, nee. Ik doe dat. Hè. Ja, ja, ik een Eén iemand in het hart uh, is genoeg. Kijk, als zo is, ik een interessante vraag stellen nu dat we op GoPlay zitten. Ik snap het. Wow, wij, interest, ja, Ja, human interest. Hè? Ja, de, de gelaagdheid. Voilà, de Robin zorgt dan voor humor. Is je iets grappig, Robin? Uh, nee. ja, even s'nachts. Um, uh, Vorige keer een main event. Ja. Uh, wij worden erbij. Nu zitten lager op de kaart. is dat... Is dat ik, ik zou zoiets hebben van een beetje ego, dat je toch ja. denkt: verdomme. Je zet hem echt opheppen <tie> van ja, Lager. Ja, wat, wat is het hier nee. eigenlijk? Ja. Ja, moet hij nu nog geld of zo? Van... Je moet nee. nu positief. Gaan, ja, ja. Ja, ja je hebt in Braziliaans een gebied op 80 plekken gelegd, maar niet in leen gaan van verliezen. We moeten ze weer nog de pronostieken doen? Dat gaat één grote ophemeling zijn van de Jan. Oké. Okay. Nee, maar Jan, nee. hij is kritisch toch? Ja, nee. nee. Uh, <lacht> <lacht> ik ben <laughs> <hij wel>, <laughs> <laughs> We <laughs> er wel bij. Ik ben er wel bij. Nee, ze hadden mij eigenlijk oorspronkelijk wel gevraagd voor de main event nu terug. Dus ze hadden mij, Chris Bungard vecht nu de main event. Dat is een schot. Een lightweight. Dat eigenlijk heel veel sens had gemaakt om voor mij tegen te vechten. Dus ze hadden mij ervoor gevraagd, voorgesteld, je geaccepteerd. Maar hij niet. Waarom niet? Ja, omdat ja, met een makkelijkere matchup pool is, dus dan uh, het enige dat verhaal dat het kan zijn. Maar nu, omdat ik wel had gezegd dat ja, ik wil wel echt graag op de datum vechten um, dat komt voor mij goed uit. Ik ben er klaar voor, hebben ze mij een andere tegenstander geregeld. Maar dat betekent dan dat ik nu op de prelim sta, omdat, even... de main, omdat de main card gevuld is met schotten natuurlijk. Ja? Om, om het uh, ja, ja. arena te vullen. Dat's... En voor mij geen enkel probleem. Maar ik bedoel, ik heb zelfs enigszins dat is van. Dat je een beetje, ja een beetje het een, moet het ja, nee. moet niet terug dat zijn ja. ik kan gewoon sorry dat je uh, was dat wel iets ně, en, uh. was dat wel iets dat je dan nu met vorige keer vergelijkt of zo is er verschil in pers is er verschil in 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 ja, ja toch wel ja zeker wel ja dat is ook ik bedoel zo hij en ik was heel dichtbij en oh een titel in de ufc en paul Hughes, en oh menie vindt dat betekent allemaal meer natuurlijk en als je dan verliest dan dan neemt aan een deuk hè. dat is gewoon de realiteit ik kan er heel verdrietig over zijn maar dat is gewoon hoe dat dat werkt en als ik nu er terug een paar win zitten we daar terug dus dat is, uh, ik heb nog een interessante vraag Jan. Ja. jij bent een sexy vechter, dus met veel finishes ja. meestal li ligt dat aan uw kant Dana White en zo kijkt mee dat is deel van uw aura is dat jij spektakel belooft hm. nu dat je een stap al je een terugslag gehad zijn jij nog gefocust erop dan moet hier met een grave finish zodat dat klipje en rondgaat? En is dat slim, indien uw antwoord ja is? Ja, um, mijn antwoord is ja, maar ik weet dat dat niet zo slim is. Voilà. Dus um, ik daar probeer mij er wel, wel ja. van af te, af, te, af, te, af te stappen, dat ik me forceer van oh, ik moet een finish hebben en ik moet 100% rate houden, en thuis mijn ticket naar de opzien. Ja. Maar ik weet ook dat dat mij enigszins tegenhoudt, omdat ik het beste ben als ik gewoon veel geduld heb. Ja. En, Weet en vertrouwen heb in mezelf en de finish komt wel. Dat is gewoon dat ik vecht. Ik heb een goed oog, ja. color instinct zal ik zeggen om mensen te kunnen afmaken. En zolang ik daar vertrouwen in heb en dat niet rush en niet forceer, gaat dat eigenlijk het beste. Dus je uh, weet het toe dat je het moet aanpakken. Hè? Ja, klopt. Maar, maar dus ik is nee, nee, dus geen domme vraag. Nee, 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 exact. Ik heb al letterlijk de fout gemaakt in de eerste Ik heb geen domme vraag. echt. Ik denk dat echt iedereen de luistert van. Absolute dat is nu toch de beste vraag van vandaag? Hè? Sowieso. Maar jij kreeg nog kansen. Hè, ik, weet het, ik, weet het, ik weet het. Nee, maar ja, Zie <laughs> je, scherm, wil nog iets zeggen? Ja, ik heb letterlijk. Je al... die je... is op GoPlay en Hij begint ineens je... vragen te stellen. Was zo, als het online is, dan kon je niet twee buiten. Ik daar niks gedaan. <laughs> Volgende week zit ik daar. En dan zeg ik, dat is wat ik ga. Ja, dat is wat ik ga. Allee, Ik heb al in een wedstrijd gezeten. Ik was twee rondes aan het winnen. We gaan in een derde ronde. En ik panneerde. Ik was in een wedstrijd. 100% Binnen. aan het winnen en ik, best gewoon, ik begon te panikeren en ik moet een finish hebben. Ik begon dom te vechten en ik ben dan verloren zelf gefinished in de derde ronde. En dat is gewoon een je weet het, ja, van, uh, ja. Als je geduldig ben, dan ben ik de beste. Dus dan, uh, voilà. Komt dat goed. Maar toch een grave finish. Hè? Ja. <laughs> ja. Hey, sorry, maar ik vind nou, een interessante vraag. Kan er nog een komen? Ja. Is dat dan met een high kick of een submission? Wat vind jij? Het attractiefste naar Dena en Ko kan gaan. Don't push your luck. Ja. Het is al minder. Het is al minder. Ja, ja. <laughs> en met de UFC 300. Ook ja, 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 inderdaad, ja. Ja. Voila, we gaan die vraag gewoon aan u leren. Ja, ja, we gaan oké? die vraag okay. okay. um, UFC... aan u, u ja. leren. <laughs> uh, de reden dat we hier ook zitten is uiteraard UFC 300. Uh, ja, het is uh, 30 jaar geleden dat ze begonnen zijn, nu aan 300. Um, er is al veel over doel geweest. We hebben er al lang over gebabbeld. Ik moet wel zeggen, ik heb wel altijd iets van, ja, de kaart was niet zo zot dan dat ze aangekondigd was, maar nu dat we het allemaal zo voorbereid hebben, denk ik ook wel van, ja, het is wel solide of zo. Het is wel mm -hmm. tof. Ik krijg er wel meer en meer zin in om het te gaan kijken. En dat komt eigenlijk ook vooral denk ik door uh, Alex Pereira, die is zo stiekem wel zo, ook al door niks te zeggen, is dat mm -hmm. misschien wel de stilste superstar in wording of zo. Dat ja, zeker. Is dat een goede combinatie? Stille superstar? Ja, ik denk dat hem vooral oprecht is. Je kunt niet zeggen ja. dat hij iets faked of, of, of iets. Ja, wel, want he? je doet zomaar die nek in de pijl. Dat <laughs> is keert, fake. Sorry. Ik zie je dat wel, hè? Ja. <laughs> niet ik vind maar. dat je hem tegenwoordig ja. wel wat meer, wat ziet. Vroeger ja. was dat in ja. hey, de Stoneface, die de lachte ja. nooit en nu zie je dat wat meer jokes en die pranks uit en zo. Ik denk wel dat hij gewoon ook een lachige kerel is, maar een echte killer ook wel. Want, uh... ja. En je ziet hem super graag bezig, want je weet dat het een spektakel ja. wordt. En, uh, ja, ik, denk, benen. Ik, ik denk dat het ook vooral geen gemakkelijke technisch om voor, voor te bereiden maar er is. Maar ze zeggen altijd dat ja, ze een aura hebben. Of zo. De man mm -hmm. heeft wel een aura. Ik denk als je Jamal, Jamal mm Hil -hmm. zei of zo. Ja, de, 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 iedereen, ik denk dat nooit iemand met schrik die kooi binnengaat. Maar zo, hera herakant hoop niet echt een cadeau. Zijn of zo. Nou, ik denk dat je uh, een beetje gezonde angst wel moet hebben. En de hele tijd scherp moet, scherp moet blijven tegen hem. Want hij heeft één moment nodig, één en ene stoot, één ene knie, één trap. en uh, Game over. En dat vijf rondes doen tegen hem is een heel zware opdracht voor iedereen. Denk ik. Misschien, Jan, dat je hem toch eventjes kunt uh, zetten voor, uh, voor nieuwe kijkers. Hè, want die zijn er ongetwijfeld. Uh, P. Heiraat is nog geen ja. household name of zo. Achtergrond heel duidelijk. Hij was een zeer uh, gedecoreerde. Uh, kickboksen en zo. Ja. Maar wat maakt, waarom is hij nu zo goed in die kooi en wat heeft hem eigenlijk goed gedaan naar die transitie naar MMA toe? Ja, hij heeft inderdaad uh, een mega achtergrond in kickboksen. Op twee gewichtsklassen kampioen in Glory, wat ze wel de grootste organisatie is ter wereld momenteel. Uh, Adesanya verwoest. Adesanya verwoest. Uh, dan een hele snelle run gehad in uh, de UFC. Snel naar een titel gepusht door dat verleden met Adesanya. Maar gaan nu volgens mij um, op twee jaar tijd of zo, vijf, zes UFC-kampioenen verslagen hebben. Zelfs oh, ja. op verschillende gewichtsklassen. Ja. Hey, een ongeziene palmarès verzamelen ja. als je dat kickboxen erbij rekent. En uiteindelijk rekent hem gewoon nog altijd op wat hem daar gebracht heeft. Hè. Een zware linkse hoek, een heel harde kafkiek, een harde en directe. Het, uh, echte basics en fundamentals kunnen je het niet noemen. Maar die heeft zo zijn eigen stijl en een natuurlijk geboren kracht en een explosie, dat het gewoon Lek, heel moeilijk is om mee te dealen. Ik dus ik aan toevoegen denk ik, ey, zo die, ik had nu gisteren toevallig deze eerste fight met die Bruno Silva nog eens gezien. Hmm. En gewoon, deze stoten komen altijd aan op de juiste plekken. En dat vind ik wel een groot verschil of zo. Met, ey, dat zo die zuiverheid van waar dat hij eigenlijk. dat altijd raakt. Hmm. Dat vind ik wel crazy aan die Pereira, dat dat gewoon zo. Dan moet dat dan met dat kickbox achter een ja, expert, hè? Over het Ja, dat is wel. Ja, dus van, en ik, Anderson Silva kon dat ook hebben. Hè. Dat was ook nooit het allerhardste, maar dat was zo juist ja, losrop. Ja. Uh, Voor ja, mij ik wel dat bij Pereira wel echt brute kracht is, gewoon. Ja. Want die raakt mensen. Lijkt niet zo hard, mm -hmm. maar die vliegen wegen hem tegen de grond. En hij, hij is echt, ook uh... een grote mens. Ja, ja. Dat leg je uit serieuze... wat zijn gewichtsklassen is voor mensen die dat die ja, dus, uh, uh, Hij weegt uh, 185 en 205 van ongeveer in mensen taal. Komt op 93 kilo, is 205. En 185, was dat 86 zeker? 84. 84, 84 80, ja. is je dus Ze loopt rond ruim ja. boven de 100, 105. Je ja. ja. moet gast. toch gewoon eens de Terminator spelen mm -hmm. in zo'n mm -hmm. nieuwe spin-off. Dat kan, Je moet dat toch staan? Als je die door de beeld. Me, zo Pereira die zo van zo 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 zo. een terminator met een penal. <laughs> uh, Toen <laughs> een tegenstander, uh, Jamal Hill. Um, het voelt een klein beetje niet zo, zo even of zo. Het voelt, maar tegelijkertijd, ik vind dat ook wel een onderschatte vechter. Oh ja, denk wel. Zeker onderschatte vechter. Maar ik denk, hij is toch wel de underdog, of zo in het verhaal. Ja waar een leuke storyline is. Hij heeft, Jamal Hill heeft een belt gewonnen van Glover Teixeira, de trainer en ja. main trainingspartner van Pereira, dus dat is een beetje een revenge arc uh, in het verhaal. Maar ook uh, Jamal Hill heeft zijn achillespees negen maanden mm. geleden gescheurd en daardoor eigenlijk de titel moeten opgeven. En ik vind vooral dat hij eigenlijk heel snel terugkomt nu. Dus ik denk Gevaarlijk. dat de UFC hem een serieuze zak uh, beloofd zal hebben Geen om weer terug te maand komen. Later zijn, hè, Rio? Ah, ja. ze... Want vinden jullie dat een gravenaffiche? Ja, Jamal als gevecht is dat een heel ja, graaf gevecht. Maar als uitstraling vind ik dat geen een 300 waardig? Oh, ik vind het wel, uh, dus wel een leuke ze wedstrijd. Ze en wel Jamal Hill is inderdaad van. een beetje zo wel onder de radar, nog geen super grote ah, wel. naam. Maar bijvoorbeeld die fight tegen Teixeira is echt een banger ja. om te zien. Ik denk dat dat een heel toffe wedstrijd is worden. Alleen hoop ik echt dat die blessure hem niet parte speelt. Want alles wat ik al heb gehoord ooit over achillespees scheuren is, je hebt minstens een jaar nodig om enigszins normaal te zijn ja, ja. en terug te kunnen lopen. En om dan op negen maanden terug te kooi te stappen, vind ik heel zot. En zeker tegen iemand als hem links voor je staat. Want Jamal heel wisselt wat wow, is van sens, maar als je links voor staat, was zijn linkse achillespees. Nee, en een kavkik van Pereira en die snapt terug. Dat uh, aan een achillespees. Ja, die kavkik is een ideale. Dus je trapt gewoon iemand op zijn kuit en als hij niet 100 gehecht is daar, dan. Uh, dus ik denk dat Jam plan. Jamal Hill zal 100% rechtsvoor, dus Sao Paulo moeten gaan staan. om te vermijden dat Pereira erop kan trappen. Hij is er heel goed in in Pao, dus ik denk niet dat dat een probleem wordt. Maar dan nog, als je rechtsvoor staat, moet afduwen op je linksbeen. voor kracht te genereren, en dan is het toch die koud. ik hoop echt dat dat geen probleem wordt. Want ik zou het zonde vinden als dat dan hem zo hard parten speelt. Nee, Hill heeft wel veel. Ah ja, ik weet dat elke fighter zo superveel vertrouwen heeft. Maar die laat uitschijnen, dat dat voor hem eigenlijk een redelijk. Easy fight lijkt of zo, ja. Snap je? ja, ik denk wel dat hij echt zo'n heel sterke mentaliteit heeft mm -hmm. ten eerste. En vol gelooft inderdaad dat hem je gaat pakken. De route naar, om Pereira te verslagen natuurlijk, is ook wel de grond. Als je dat kunt forceren, en dat kan Jamal heel ook wel, om hem op de grond te krijgen, dan is wel altijd de veiligste optie tegen Pereira. Want maar, daarmee staan, tot nu toe zou... hebben we nog weinig gezien dat er mensen veel succes daar hebben. Maar, mag ik nog iets zeggen? Allee, vragen over ja. Pereira... Zijn dus handen hangen toch redelijk vaak laag. Hey, hm. ik, ik heb wel het gevoel, maar dat is echt onnozel dat ik dat zeg. Maar, maar zeg het dan misschien niet? Hè? Ja, ja, ja wel, zeg het. Ja, ja. Dus, ja, dat die, die lijkt mij altijd relatief toch makkelijk te raken, ja. maar dat gebeurt eigenlijk nooit. Dat is een beetje de optische illusie ja. ervan, inderdaad. Hè. Dus die, als je handen laag hingen, ik herhaal niet met dat aan per se je handen laag te hebben, maar. Uw hoofd lijkt heel ja. raakbaar, dus mensen... Uitnodigend. uitnodigend ja. om erop te slagen. Ja. En dan met die handen laag hangen, hangen die eigenlijk buiten je gezichtsveld en komen die ook vanuit die rare stoten. Ja. Iedereen is bijvoorbeeld... Als je, als je handen hoog zijn en je ziet een jab vertrekken, je ziet die hand ja, ja. even ja, ja. afkomen. Maar als die hand wat laag hangt dat je heup, en je schiet ineens naar boven. Daar kunnen mensen wel echt mee verrassen. En dat doe hij heel goed. met zijn links en hoek, ook. Ook mensen naar rechts en directe. Ja, wederom Andersen Silva. Net dezelfde ja. stijl. Dat gewoon goed totdat niet meer mensen Totdat ze te oud worden in de reactie. Ja, uh, ja. Ja. En wat met Pereira. Samen met zwair. die lage handen ja. ook wel eens. Zijn hoofd. Hij is de Stonehead. Ja. Maar zijn hoofd blijft ook heel centraal. En dat is, met kickboksen doet iedereen daar een beetje. Omdat je niet te hard mocht bobben en weave. Omdat je het gevaar hebt van die trappen en knieën. Maar ik denk wel dat je Jamal heel denkt. Een hele goede boxer zijnde, die zijn hoofd is daarom geraakt, te worden, kan hij daarop klippen gewoon. Even maar het, het doen tegen Pereira is iets anders als het Dat uh, is wel een fantastische ja, matchup, ja. maar ik had het over het aura. Met het aura van Aura Voor uh, mij 300 is Kabib tegen Conor. Dat is 300. Ja, maar dat moeten we opzetten. Ze hebben dat wel geprobeerd een beetje in een trailer. Ik weet ja. niet of met hem gezien is. Of ja, de, ja. de Legendary trailer. Dat ik vond een hele mooie trailer, maar tegelijk dacht ik ook. Het is bijna alsof je de, het zout in ja, de mond gooit dat we dit niet gaan Van, hebben. Ja, ja, ja. Maar goed, je toont wat we niet gaan krijgen. Ja. Dat is een beetje raar. Hè? Even te in uh, totaal irrelevant nieuws, maar uh, Jamal Hill heeft zes kinderen, dus de man weet ook hoe dat hem vervecht. Ja. Dat, uh, okay. dat is toch een beetje. Dat weet wat de de target staat. <laughs> Mouths to feed. Maar dat is best wel irrelevant qua info. Zeker, maar toch een leuke Ik denk week, dat hij wel een check aan de UFC misschien wel nodig heeft na negen maanden. <laughs> ja. ik denk dat hem dat ja. Maar Pereira heeft veertien kinderen, nee. dus dat zien je dan weer niet. <laughs> dat is altijd een winnaar. Ja. Um, we moeten er even door, want het is een, het is een kaart natuurlijk. Meestal in afleveringen als deze houden we het vooral op de main kaart. Dat gaan we ook blijven doen. Maar even om aan te duiden, wat hebben ze vooral gedaan bij UFC 300? Waarom is die kaart anders dan andere kaart? Is omdat ze natuurlijk. Ze hebben misschien niet de sterren, maar ze hebben wel echt in de diepte zwaar geprogrammeerd. En dan kregen natuurlijk ook toestanden dat uh, Jiri Prochaska, Alexander Rakic, Light Heavyweight, dat dat op de prelims zit. Ook Holly Holm, die tegen Kayla Harrison is. Allemaal prelims. Algemene Sterling. Prelims. Pre allemaal prelims. We spreken oh, uh, hier we okay. allemaal wel over ex-kampioenen. 10% van alle UFC-kampioenen ja. ja, vechten op die klok. Echt? Van ja. ja, alle. Alle, alle, huidige, ooit. alle ooit. Ja. Ja, het begint was, eigenlijk al nee. met Davidson Figueredo tegen Cody Garbrandt. Dat is toch zot rest, uh. yeah. Jim Miller bijvoorbeeld. <laughs> nee, dat is niet waar, ja? 10% van de huidige kampioenen, dat is één of twee kampioenen. Ja, ja. Maar, blijkt... Nee, van alle. <laughs> nee, nee. nee ja, maar, 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 maar ik wil zeggen, 10 van ex de van ex, -campioen, ex -campioen, is toch een ja. impressionanter. figuur. Ik into, snap ja. u in, in absolute cijfers, maar ex-kampioenen kunnen ook verwaterde figuren zijn die dan nog kampioen zijn, maar in de ring niet, hè? Daarom. Ja, ja, okay. Maar ze hebben het, zet... zet... het hier over zet... Cody Garbrandt, zit erbij, Algemeen Sterling. Sterling, ja. Sterling is een prelim, dat is eigenlijk slot. Hè? Ja. 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 Zeker ja. dat aan uh, Bonnie komt daar zullen we ze ja, 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 ja. wel mee naar Zeker Ik nog wel een kleine vermelding om maar te zeggen: UFC 200, Jim Miller was er toen ook al bij. Uh, ja, de oudste veteranen. Uh, fantastische vechter. Uh, zeker als je tijd hebt om vroeg te kijken: uh, Bobby Green, Jim Miller dat is sowieso uh, ja. heel veel fight of the night potentieel, dus ze zullen daar wel wat moeten uitdelen. Maar wil ik er toch misschien een beetje uithalen? Kayla Harrison tegen Holly Holm. Holly Holm ook uh, ex legend, vooral uh, wereld wereldberoemd geworden om Ronda Rousey ja. Uh, ja. toen de ongeslagen Ronda Rousey van de troon te stoten. Ondertussen is Holly Holm denk ik meer een naam dan wel dat ze, hey, ze is niet meer zo jong. Maar Kayla Harrison, uh, ja, wat verwachten we daar eigenlijk een beetje van? Ja. Supersterk, die dus, uh, dus is ja, twee keer ja. gouden medaille in judo. Inderdaad, op gewichtsklasse 74 kilo of 71 kilo. Weet ja, je ze dat is groot, hè, want ze heeft ook de laatste keer gevochten in PFL, daar komt ze van, ja. was 155. Ja. Er is geen 145-klasse in de UFC, dus wordt ze eigenlijk verplicht om naar 135 te gaan. Hmm. We hebben het straks al even over cuts gehad, maar ze hebben daar wel echt legitieme vrees ja. Um, dat het misschien fout um, afloopt. Um, ik zou zeggen, een voor- en een nadeel tegelijk is dat Kayla Harrison enorm veel spiermassa ja. meedraagt. En dus hoe meer spiermassa, hoe meer vocht dat je uit je lichaam ja. kunt trekken. Maar natuurlijk, hoe meer spiermassa, hoe, hoe meer gewicht is. dat je rondloopt en hoe zwaarder je zij. Dus ze zal zeker in spiermassa moeten inboeten om enigszins in range te komen om dat gewicht te halen. En dan een hele zware weekje doen om 135, wat ze bij mijn weten nog nooit heeft gehaald maar ze zal ongetwijfeld goed begeleid worden. Dat is een Olympisch atleet. Heeft Je doet ook hij, super... veel haar, ja. ja. Als hij dat eraf schreef. Ja, dat slaagt tegen. ze Dat ja? je veel Grammys. Dat heb dat geprobeerd, <laughs> maar, nee. Ja, de Jan eigenlijk. Ik probeer constant hier. een afro, maar die wilt weightcutten. <laughs> probeer constant hier millimeter sturen. Nee, ja, maar eh hey, alles helpt. Wat is dat? Nee. Um... Ze ja, dus is, ja. is ook niet meer, dat zeggen ze ook. Hoe ouder je wordt, ja. hoe moeilijker dat wordt. Ze is ook niet meer piepjong, relatief in sport, 33 jaar. Mm. Uh, ook al een, een leven lang ja, het is dat heel veel moeten doen. Ja. Maar het, zou wel, ja, het is relatief laat naar de UFC gekomen. Het is haar ja. eerste keer. Het voelt wel een klein beetje. Uh, ze hebben er heel veel moeite voor gedaan om, om ze daar te krijgen, was altijd. En nu steken ze ze relatief. Ja. Het is niet dat ze de rode loper Ze um, is ook één keer verloren krijgt, hè? bij ja. uh, Pierre's. Wel de voorlaatste, ja. De, ja, dus gewoon het, het aura van haar is er ook een klein beetje heeft. Het is ook zo wat, ja. net wat te laat. Ze, ja, ze had twee jaar geleden, te, geleden te, tegen Mende Nunes of ze kunnen ja. zitten op 145. Dat was echt ja, het een hele grote fight laat, geweest. En nu zo. Ja, Home is Holly Holm niet meer echt super relevant. En nu inderdaad op de high oh. premium de prelims bij UFC 300 zijn wel relevant, maar eindelijk, je snapt het. Ja. Die vrouwelijke divisie in de UFC ligt graag op z'n gat ja. in de ja. dus Dat is al een tijdje. Hè. Ik weet, maar zo we met noemen, zijn dat wel zo nog... tenminste. Een nu... superster. ja. Ik weet dat, ja. Ja, Ze kunnen natuurlijk... Daarom zie je wel, als de UFC het zelfs niet gefixt krijgt, dan zie je ook gewoon hmm. Dat, hmm. Het, 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 dat er inderdaad nog heel veel uh, potentieel is op vlak van vrouwen. Ja, maar, Ultimate eh. fighter fights te doen is met vrouwen Het ja. dus, dus, cool. Zal ook de reden zijn dat ze yeah. dat, dat ze gaan doen. Uh, even terug naar de main card, uh, de hoofdpartij die we hebben al besproken hebben, tegen Jamal Hill. Uh, daaronder Zhang Weili tegen Yan Chanan. in de women's strawweight divisie. Um, een beetje de fight die ze denk ik gesandwiched hebben tussen Justin Gaethje tegen Max Holloway. Het voelt heel hard bij optredens kunnen dat ook hebben dat ze zo Iets ertussen zetten hm. om niet die twee bangers ja. um, los naast elkaar te zetten. Wat denken we daarvan? Jan Shanan is zo voor mij toch nog altijd een klein beetje een enigma. Um, in de zin van niet <coughs> super bekend bij het grote publiek. Nee, klopt. Ja, uh, Natuurlijk, groot nieuws voor China. Twee ja. Chinese vrouwen dat tegen elkaar weg in de C voor een wereldtitel, is wel. Uh, wel zot dat dat gebeurt. Maar het is in Vegas te doen voor alle duidelijkheid. Maar Zhang Weili kent iedereen wel beter. Die heeft een aantal echt grote wedstrijden gehad tegen zo de, de Joanna J. Chicks en de Rose Namajunas. Wat de grotere namen zijn zo bij de vrouwen. Ik vind die super impressionant. Heel sterke striking, fysiek heel sterk. En de laatste fights hier ook meer en meer, dat hij ook heel goed kan worstelen. eigenlijk. Dat is ook een spion voor België. Hè? Ja. ja, dat gewoon. De Chinezen zijn dat spioneren voor de Belgische staat. Ja. Dat is gewoonlijk, ja. Echt? Ja. Uh, maar het is. Mag uh, uh, ik nog even zeggen? Het is, het is in ieder geval. Het, het voelt. Ja, ik, bij mij voelt het gewoon ook weer een beetje wat Robin net zei. Ze zitten dan niet mee overschot. Nee. Dat is echt duidelijk. Um, Die Jan Joannan, als ik het juist zeg, ja. is nu wel echt op een mooie streak. Uh, de laatste gewonnen tegen uh, Amanda, uh, uh, Jusquandras. You... Ja. Met een mooie knockout. Um, ik denk dat beide vooral strikers zijn. En Jan Joannan, ik kan het niet te veel zeggen, want dan uh, nee, kan ik het raar laten nou, klinken. Nee. <laughs> uh, is wel heel sterk als counter-striker. Dus Welly is een kleine bulldog, loopt naar voren. Blijft wel heel technisch en scherp, dus moeilijk te raken daarin, maar komt wel heel hard voor naar voren. En is dan wel heel goed om achteruit te vechten en te counteren. Dus ik denk dat daar zeker kansen liggen. Ja, maar het, is kracht, het is toch een krachtverschil, toch? Ja, ik denk dat ze allebei wel goede atleten zijn. Um, Wellie is misschien net wat compacter, net wat explosiever nog. En Journan heeft dan wat meer reach, wat meer lengte. Um, traint bij team Alpha Male, Dus ja. aan kleine, stocky trainingspartners wel genoeg, natuurlijk. Ja, dus ik denk dat ze wel uh, voorbereid zal zijn. Ja, uh, Zangwili zie ik alleszins zeker altijd heel graag vechten. Dus ik denk dat ze wel een goede fight kan okay. forceren. Ja. Dus misschien toch een klein beetje het gevecht dat we te moeilijk behandelen. Ja. maar het zou wel eens leuk kunnen worden. Ja, dat ja. ook. Okay. Um, misschien wel de People's Main Event. Of in ieder geval als het echt gaat over twee household names, twee sterren. Die hebben ze in het midden gezet, want ze vechten natuurlijk voor een ander soort belt. Uh, Justin Gaethje tegen Max Holloway, oh. drama Ja. No. En, en voor welk een belt? Bmf. Ja. <laughs> Blijft raar. Misschien een belt. Wie wilt dat uitleggen aan casual kijkers? Je moet ook echt de volledige afkorting uitspreken. Rob. Yeah. Oh ja. De Bmf belt is de bad motherfucker belt. En die wordt ja, als sie so nichts niks, niks wissen, was tun in der Justiz, dann schmeißen sie ab und zu deresin für uh, zwei gasten of uh, ja, vragen is nog niet gebeurd die niks met elkaar te maken hebben, gewoon eens tegen elkaar te laten vechten voor die een belt, om dan te laten zien wie dat de, de coolste en de graafste is in de UFC. eigenlijk. Je ja. Ja, dus zo... moet wel een bepaalde status hebben ja, om ja, te volgen. Het is ja. volgen ja. om ervoor gevraagd te ja. worden, ja, ja, ja. maar het is wel een uitgevonden belt. Ja. Ja, het is wel hetgeen, vind ik, dat de UFC onderscheidt van veel andere ja. grote ja. sportorganisaties. Ja. Want dat is wat wij noemen, dat is een folieke eigenlijk. Ja, ja, nee. Dat krijg je niet, uit, dat dat niet uitgelegd één nee. aan, aan eender welke nee. sport van die een sport en klassementen zeer ja. serieus neemt, is dat... Wat is dit eigenlijk? Dat is John Rij ten top. Hè? Ja. <laughs> een beetje de Gouden Stut eigenlijk. Ja. de ja. wilde. <laughs> uh, los daarvan, um, of de belt nu... Uh, wat de belt ook mogen zijn. Justin Gaethje, Max Holloway, die zijn wel super echt. Uh, ik heb wel nu al te doen met Max Holloway. Ja, waarom? Echt. Dat wordt een punching bag, denk ik. Is dat niet wat snel? Max Holloway, toch ex-kampioen? Misschien van de Mist. Ik ken niemand dat technische... zo boeiend vecht als Justin is zo, ja. okay, ik weet het. Echt, Eerlijk gezegd, ik denk dat ja, ik soms weet, Ik hmm. favor Holloway. Maar, nee. maar jij waarom? bent niet goed in uh, ja, omdat dat... Holloway is nog nooit neergeslagen. En in mijn Ay, toch, als ik, uh, ja, klopt. Er dus nooit een knockdown. Nog nooit in zijn carrière. Dus laten we er even vanaf gaan. Hey, dat dat nu ook niet gebeurt. En ik denk ook, Gaethje... ik weet niet. Dat is altijd zo 50-50 vaak. Dit fights. En ja... Maar ineens zit je ze die, uh, ja, maar nee, wat die, Ik denk gewoon specifiek dat deze niet de beste matchup is voor Justin Gage. Misschien voor de mensen die hem niet kennen: Max Holloway is ook een voormalige featherweight-kampioen. Dus hij is surreal. Hij is echt een legend. Hij is ook een, ja, een, een Hall gast. of Famer zal het sowieso zijn. Het is inderdaad wat waarop, waar we zeggen, hij is nog nooit neergegaan. Ook grappig dat Justin Gaethje dan zei van ja, ik ga hem op een andere manier ja. neerkrijgen. Wat ik eigenlijk ook wel heel tof vond, maar dat is wel een vorm van respect. Ja. Ik kan hem eruit krijgen, ik weet alleen nog niet hoe. Het was bijna alsof we hem een ander soort finish gaan moeten uitvinden om, uh, om Holloway uit die kooi te krijgen. Los daarvan, vind ik ik persoonlijk, Max Holloway vind ik wel dat op een soort... Ja, wat deed dit, zijn, een BMF-belt, een soort parcours dat meer gaat over je hebt eigenlijk gedaan wat je moest doen? Je gaat een mooi carrière-einde hebben. Bij Gacy vind ik dit soort belts, die zou even voor een echte belt nog ja. Maar dat kan, dat kan het, Ik weet het, maar snapte wat ik wil zeggen? Ja, in voelt... feite gaat, als deze nu niet gepland had gestaan, maar ik snap ook dat je dat wel doet, want voilà. een BMF-belt komt wel pay-per-view points bij, zeker op een kaart als UFC 300. Hmm. Je wordt, zwaar, je wordt zwaar betaald als ja. een kampioen. En hij wil ook actief blijven. En voor zijn gym ook, hè? Dat is ook wel een eer dat je die naar je gym kunt brengen. Dat wel. Ah, wel? Ja. Maar is toch cool? Ik denk ook, zo Justin Gaatje tegen Max Holloway, wanneer een legend is. Dat zijn wel zoveel vrienden. Of, of die komen alles sinds toch goed overheen, Dus ik denk niet dat hij per se de eerste wil zijn om die dan ook uit te slagen. Maar dat is wel een legacy fight of zo. Ja. Tegen zo'n in ja. vechten. er bij ook dat, dat Justin Gaatje dat dat niet. A walk in the park gaat zijn voor hem? Um, walk in the park zeker niet. Alleen favoriet, Justin Gage. Voor mij is het een, een hard verhaal van volume tegen kracht. En ik denk niet dat Max Holloway genoeg volume kan brengen. En durable nu, nu genoeg. Nu pace. Nog, nu nog. Ja, ja. Niet, niet per se van dat hem conditioneel niet goed is. Nee, maar, maar... drie jaar geleden zou ik het anders gevonden hebben. Ik denk dat hij gewoon gecrackt wordt terwijl dat, hem ja. dat volume probeert te zetten. Denk ja. dat en, je kunt geen 500 stoten landen op Justin Gatsi, terwijl hij elke ronde bam, op, op een car crash laat lopen en dan niet neergaan. Ik zie dat gewoon niet gebeuren. O, o, of dat nu ja. Max Holloway is of niet. Het is nog nooit gebeurd, dus ik moet het zien gebeuren. Maar bij iedereen komt er in eerste moment dat, wat, 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 er, wat, wat, uh, dat er iets anders gebeurt. Is dat zo, <laughs> hij is wel een waar. Maar, maar voor, het, voor hetzelfde geld gebeurt er nu Max Holloway overrompeld weer. Heel veel volume. Voor De mensen die van denk... dit op een serieus kanaal <laughs> zien, is volledig normaal. Uh. Nee nee, maar hij lacht mij uit, maar <laughs> ja. ik vind eigenlijk dat, dat Justin Gage een van de spectaculairste ja, ja. gevechten nog niet zo lang geleden en dan wordt hier zomaar totaal, Maar ja. Holloway ook wel, hè? Ho ik, bedoel, ja, ja. Ik, zeg, ik wil maar zeggen, ja, ja. Holloway is in mijn ogen ook een legend en maar een van zeker? de meest is... en heeft alleen van Volkanovski... Ik, denk de dat zin zin Ik vind dat uh, Holloway een klein stapje verder al staat richting het einde van de carrière. Ja, en Gaethje, ja, ja. dat moeten we wel aangeven, met door Dustin Poirier uit uh, dus, te schakelen vorige keer, ja. heeft je wel een soort relevantie gekregen. Ja, maar ietske... dat kan er supersnel snel dragen. Stel dat Holloway wint, als dat gebeurt, ja. dan krijg je los een titel zo terug tegen Topuria. Ij, snapte, en... Maar ja, dat is met alles mee voorzien. Ja, ja, het, ja, ja. het is altijd waar tot dat mm. niet zeg. Ja, ja Alleen, ik, ik weet me. het. Maar. Ik vind Holloway, dat zegt nu niet veel, maar tegenwoordig gewoon zo wel wat oud het zien. 12 jaar in de UFC, ja, dat is leven, dat ja. 3000, 3.000 stoten fies. geabsorbeerd. Allee, dat is, ja. Ja, er moet de toch de ooit, er vijfde moet toch ooit. Zombie? Ja. Dan je toch weer. Ja, een dat is waar. Goed. Maar ah, de nee, zombie. Ja, maar die ging ja, weer uh, pensioen. Is niet ja, Justin Gates hier? Justin die tegen alle twee heeft gevochten zegt daar Halloween op in hè? Ja. Zie, maar dat is uh, dat is interessant. Maar ja, maar maar. ja, maar die <laughs> wil ik als laatste kertujoepen afsluiten. Goed zo. En waarom zegt ah. hij ah. dat? Om hij zegt, gewoon de stijl van vechten denk ik dat Justin moeite gaat hebben met dat eigenlijk wat jij zegt dat volume van uh, Holloway dat dat uh, voor Justin oh, Ja, ja bedoel af... dat omgekeerd? Hè? Ik weet het. Nee. Dus ja. Dus, dat... dus ik kan dat ook zeggen natuurlijk, omdat de present weet, is verloren weet, van Gage. Nee, Hij heeft van, van Holland. Ja. 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 Maar ik snap Ja, we zullen het moeten zien. Ik ben heel benieuwd. Dat het is een hele goede zin zijn. Wie dat spannend. er ook wint. Ik hoop dat ze allebei kunnen winnen, want ik zie ze allebei heel graag vechten. Het is maar in ieder geval zo dat we met dat bezig zijn. Ze hebben die kaart eigenlijk op bedoeld. Wel ont, 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 op helemaal. Ja. Dat en is Voel ik zo, nog als laatste toevoeging. Weet je de Gage? Ik had echt de route naar titleshot tegen Islam Makachev, lag helemaal lopen. Die denkt: Ah, een zak geld kan je even tegen Holloway vechten. En dan daarna tegen Islam, bah, heel zijn pan kapot. Ik heb het gevoel dat dat hem zo'n beetje staat te, te wachten. Okay. Of titleshot en zak geld. Dat kan ook natuurlijk. <laughs> en dan maakt UFC 300 de mooie zit toch een zakgeld zo goed ze hebben nog een Royal Lamborghini trouwens nou wie denk. niet welke sportman ja. de Lamborghini trouwens rol je dan nog dat is zo goede kopste dat er is nee we doen dat, dat altijd dat is basic dat... klutje van <laughs> ja ik wil gewoon hè, dus dan anders wil ik dan altijd we hebben de post over wil, wie hebt het over Justin Gates ja. en ik wil zorgen dat door mijn fights dat mijn ouders niet bij de post moeten werken. Oké, okay, ja. Dus dan, ik zie dat niet zo'n vlog. Die rijdt nu gewoon zo in een rode Lamborghini. Ik dacht, oké, okay, ja. Even maar dat is zie de, de, de postwagen. Zijn ouders zijn om hem te verdedigen wel allebei retired. Ah, oké, okay, goed. En, ik dacht uh... niet dat jij retarded <laughs> <laughs> Door alle werken in de mijnen in, in, in uh, Arizona. Het is wel goed als uh, iemand van ons ooit met een Lamborghini komt aangereden. Dan, dan gaat dit wel toren. Dan krijgen. denk je dat Jan de, de eerste gaat zetten. <laughs> met een Lamborghini, dat kan wel. Maar we gaan die alles nog kennen. Zeker. Kom ja. aan, jongen. Q-bomb 666. Oh, wow. <laughs> Powered by Monster. Los daarvan, we moeten echt door. Want uh, Gelukkig uh, is 301 niet zo interessant. We kunnen veel hierop doen. Charles Oliveira tegen Arman Tsaroukian. Charles Oliveira, ook een ex-kampioen. Dus het zijn eigenlijk alleen maar ex-kampioenen. Fantastische vechter ook. Arman Tsaroukian, um, om hem een klein beetje te plaatsen. Uh, dat echt iedereen het door heeft. Wordt altijd gezegd, misschien wel het moeilijkste gevecht dat Islam Makachev ooit gehad heeft. Toegegeven, het was wel vier jaar geleden, of vijf jaar geleden zelf. Maar uh, geen gemakkelijke, absoluut niet. En misschien ook wel de favoriet in, dit, uh, in deze partij. Ja, ja uh, ik zie inderdaad misschien mogelijk wel hetzelfde gebeuren. Taroukian is een hele sterke worstelaar met punching power. En hij is ook zeker niet bang om mensen op de grond te volgen. En dat was tegen Makachev eigenlijk ook het uh, verhaal tegen Oliveira. Oliveira heeft zo vaak wordt vaak aangeslagen, ligt op zijn rug. Ik komt naar de grond. En iedereen weigert omdat ze bang zijn van een jitsu. Maar die sterke worstelaars natuurlijk, die hebben een soort nonchalance: van... Ja, ja. ik kan beter worstelen dan jullie. Dus ik hou je plat en ik sla je neer op de grond. Ik zal Zoiets meer... zie ik ook wel gebeuren. Even nu. toch even uh, te zeggen: ben ik daar Jush KO geslagen in de laatste ja. fight? TKO tegen Joachim Silva. Uh, was ook uh, en dan nog een decision gedaan. Eigenlijk verloren de laatste, dus een, een van zijn eerste fights in de UFC was tegen Islam Makhachev. Dat was zijn debuut toen, maar dat was ja, echt heel niet. Ja, leuk om binnen te komen. Maar hij ja, was heel, heel kijken, close. En dan is er nog van Mateusz Gamroth. ook op decision verloren. Dus ja, het is uh, ja, het is misschien wel de gast waar je op moet wedden vandaag. Andries, is het nog Ramadan? Mm, Want is dat ja, dan maar, eerlijk maar, voor Allee, uh, moslimvechters mogen daar niet eten. Dan heb je toch minder kracht. Wordt daar rekening ja, maar mee? Daarom aan. kregen ze islam niet op die kaart. Ja. De ik denk ja. niet dat ze Ik ja. weet niet, ik vroeg mij gewoon af. Nee, want er zingen Als je... Als je een Armeen bent. Is dus ja, ja. ja. Islam uh, heeft daarvoor geweigerd. Ah, voilà, dus. dat is de reden. Ja, ja, dat vind ik wel kan interessant. Ja. Ja, ik kan, kan het me voorstellen, ik kan het niet zelf. Kun je kunt toch Uiteraf niet vechten zeggen. als je niet mocht eten? Lijkt uh, straf, ja. ja. ja sowieso uh, topsport, denk ik, in het algemeen. Uh, los daarvan, uh, wat denken we daarvan, Charles, Oliveira, Armand Saroukan? Is dit misschien de fight die in het begin van Oliveira, got, of het begin van het einde van Oliveira, in inleiden Iedereen dat in een bril heeft. Nee. Maar het is wel zo... Ook dat is zo'n supergrave vechter. Ja, maar een gast met heel veel levens. Hè. Hij heeft al heel veel uh, mm. comebacks en zo gemaakt. Maar dit vind ik geen... Uh, dit is voor hem geen een leuke fight, vind ik. Wel een legend dat hij al die fights allemaal aanpakt. Ja. Oh, hij heeft heen heen. Allemaal ge gevoed. En jij ja. wilt je haar blonderen omdat hij dat heeft. Ja, dat geeft echt wel superpowers. Dat is echt wel bewezen. Nu. Ja. Ja. <laughs> met een blonde... Ja, maar dat is uw droom, toch? Ja, kom... Dat is toch naar Charles Oliveira? Uh, onder andere ook wel een beetje naar Ryan Gosling. Maar... Ja, okay. <laughs> hij is wat ja. was ken. Uh, nee, nee, niet die, nee, die, die Gosling. Oh, sorry. Van joh, ja. van ja, 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 die van Drive. Die van Drive. Drive. <laughs> die dat had, die had niets zegt. <laughs> ja. Dat is waar. De intellectueel. Uh, ja, in ieder geval... Ik vind Oliveira wel wat scherper qua striking. Ik vind hem ja. gevaarlijk ja, in rechtstaand. heeft nu tegen Darius heeft hem out geslagen, maar voor de rest vind ik dat in mijn ogen vooral een dreiging op de grond met zijn worstelen en controle. Is er een, en dat is er een submission defense? Want Oliveira, zeer gevaarlijk op de grond. Ja. Overal, maar op de grond. Onwaarschijnlijke uh, submissies er al ja. uitgetoverd. Ik, ik, heb, ik heb altijd het gevoel bij bijvoorbeeld uh, dat soort gevechten, dat een tegenstander, zeker als ze. Een ander soort achtergrond hebben, laten we het dan de Russische achtergrond hebben, dat ze nooit in zijn door dat soort dingen. Ze gaan, ze gaan het echt niet laten om naar de grond te gaan. Nee, ja, Vervol... inderdaad. Ik was zo'n uh, documentaire, vlog die ding van Saruk en team aan het zien. En dat is echt zo van, wow, ik vind zelfs niet dat hij goed kan grappelen. Nee. Hij kan niet worstelen. Nee. Hij is zo heel dirigerend erover. Naar hun normen is hij niet Ja, impressed. worstelen misschien niet, Wat maar grappelen... Ik heb je over Oliveira? Die heeft wel nou een goede Eén punch of zoiets, maar de rest is dan niks speciaals. Ja. Dus ik denk dat we misschien een nee. beetje onderschatten wat een downfall mogelijk kan zijn. Ja. Maar ook dat gezegd zijnde wordt het ook niet makkelijk om Sarukien tussen midden want Zeker op de grond vind ik hem wel echt een uh, ja, mega kan me, Ik kan me niet voorstellen als je zo'n carrière al gehad hebt zoals Sarukien, dat dat dan niet meer is als wat grave klap. Want hm. ik bedoel, op dat niveau gaan ze toch niet onderschatten. Ik denk ook wel werkelijk dat zij. Uh, dat zie je mee. dat je ook met Islam, je ziet dat met Kabib, je ziet dat met al de Dagestan-worstelaars ook. Er is wel iets voor te zeggen, ze zij zijn er wel in geslaagd om wat meestal niet de regel is, om daar wel kracht, eigenlijk, spaten, met kracht je shit te realiseren. Heel veel hun techniek en hun, hun krachtenschil is zo groot ja, en ze kunnen dat met Sambo en dergelijke op hetzelfde niveau ja, krijgen. Ik, ik meen echt wel dat zij dat voelen en ik ken ook vooral zelf van. van op lager niveau van Brazilian Jiu-Jitsu, zwarte banden hier... Die, die, die lampen krijgen van worstel Ja, die uit. ooit in het begin is zo'n tijd geweest dat ze, dat ze vanuit Rusland, of de Russische Staten eigenlijk, heel veel BE'ers overlieten komen. Om <laughs> dat was soms, uit te plakken. Ja, maar op lager niveau. En er zijn een aantal gevallen geweest waar dat... Als dat bijvoorbeeld iemand was die heel klein was, maar heel technisch dat die echt problemen hadden om een beetje autoriteit in de gyms te krijgen, gewoon omdat dat krachtverschil te groot was. Dus degenen die al groter ja. waren en heel goed waren in BE, die konden dan nog echt les geven. Maar zo de technische kleine, het wonderkind of zo, die hebben hier daar gewoon gestakt, Vol ja. meten, waardoor dat Waardoor dat, echt, dat is effectief een beetje een probleem geweest. Dus zij, ja, ik denk ook wel dat ze dat echt geloven. Hm. Voor de mensen ja. die ja. nog niet zo lang mee zijn, UFC en een mixed martial art, dat zijn ook golven zoals in het voetbal. Tikitaka dan Catenaccio, er komt altijd wel een antwoord op. Hmm. Nu is de Dagestani-stijl dominant. Wat denkt er dat de volgende zijn? want die gaan ook doorprikt worden ooit. Hè? Gaan niet vanaf nu altijd Dagestan zijn. Na mijn gevoel is waar nu zowel de wave is die komt, is heel goede strikers dat uit het keyboxen overkomen. Alex Pereira leading the ja. wave dan een beetje. Die dat heel goed in takedown defense hebben, goed kunnen rechtstaan van op takedowns en dan heel scherp zijn met hun strike. Ik denk dat dat de volgende evolutie is, omdat de fans, dat willen, zien, omdat de fans ja. dat willen zien. Mensen zien dat graag, je wordt aangemoedigd om dat dan ook te gebruiken. En zoals uh, vroeger Jitsu, iedereen sprong op de guillotine zal ik nu maar zeggen, iedereen ging voor die <tus> chokes en, en ging voor armbars. Nu werkt dat gewoon niet meer omdat mensen die verdediging hebben oh wel, ingehaald. Dankjabij. Dat gaat nu bij dat worstel ook meer en meer gebeuren. Je begint dat nu te zien. Iedereen kan goed takedown stoppen. Of ja. als je op de grond komt, direct terug rechts staan. Als al die goede strikers dat ook allemaal onder de knie hebben, dan wordt het weer meer een stijl En dan, dan zal er weer tof, een volgende ja, golf ja, komen. Die, sport, het is, uh... die, die blijft veranderen. Hè? Ja, De laatste van de main card omdat we het toch een beetje over uh, worstelen bezig hadden. De nou, productie. naar radio. Heerlijk. Over naar de volgende. Met <laughs> <laughs> precies. Uh, op radio 1. <laughs> <laughs> het is precies 2 om half 11. Dus, uh, sterk vertraagd verkeer. Uh. <laughs> Anyhow, het wonderkind. Ik ja, heb het wel. Wonderkind. Uh, -nickel. Over mij. niet mij, Woon Nicole. Ja, het wonderkind. Uh, in de, dus tot zeggen, op heden. Tot op heden, het wonderkind. Er is een reden dat ze hem natuurlijk, zoals we er straks al zeggen, boven heel wat andere sterren gezet hebben. Middleweight, prospect tot en met. Cody Brundage is de tegenstander. Ook hier zijn we weer aan de odds. Het, is toch, het voelt toch ook weer een klein beetje als uh, kanonnenvlees. Uh, hm. Met Die alle wordt respect. Het heeft echt wel geholpen om uh, zijn legend. Waar er niks mis mee is. maar, nee, maar, nee, maar zo Tegen goed. Cody, Brunnage, dezelfde meenk. Ik dat wel tof geweest als het nu zoiets was. Tegen van, Strickland of voilà. zo. Nou, nou. Echt, echt een uitdaging. Op de prelims ja. had, had ik met deze fight geen probleem gehad. Nee, maar omdat niet ze als ze hem eigenlijk willen bouwen en uiteindelijk die, die Brundage, Zeker geen een hoogvlieger inderdaad, maar wel al veel UFC-ervaring. Voor uh, alle duidelijkheid: mensen hem niet kennen, bouw Nickel. Zo'n volledige pakket, Worstel, worstelen. Worstelen. Maar ook zijn striking. Ja. Het is ongelooflijk. Ja. Ongelooflijk. Ik ben het vergeten hoe lang geleden dat het is. Maar het is echt belachelijk kort. Sinds dat hem echt met MMA begonnen Is dus nee. maar een, uh, Ja, twee jaar of zo. Twee jaar maar ja. natuurlijk een onwaarschijnlijk worstelverleden. Uh, ja, het is een, 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 een wonder ja. op de mat. Hè? Dat ja. is duidelijk. Maar wel echt een. Suit. Sorry, ik ben Ice Ik ben een vlog. Omdat hij vist. Ja, nee. Wanneer is het 1 april? Een uh, paar dagen geleden, dat is dan 1 april, grap dat hij vegan was geworden. En hij had hem ze allemaal vegan eten. Zo... Ik vind dan wel grappig. Worstelhumor, ik weet het <laughs> niet. <ja. laughs> het is wel inderdaad zo'n All-American. Uh, ja, ja bij... gewoon. Ja, worstelen. Ik weet dat hij uh, sowieso een knoop in een handdoek kan doen en zo <laughs> in een <de> douche. <laughs> <laughs> Sorry, is <laughs> <Sorry>. het <laughs> niet leuk, aan Nico. Ja, die, gewoon, die denkt dat het grappig is, maar die is niet gra dat is gewoon ja, een hele serieuze. Eigenlijk, die zo. Ah ja, ik moet ook grappig zijn, want ik ben aan het vloggen. En dan is dat. dat daar heb ik er een beetje mee. Maar, wel, ja, ik heb er niet zo'n probleem mee, mee. Ik heb geen ja, problemen mee. Maar worstelaar blijft bij je leest. <laughs> <je> blijf <laughs> je mat. <laughs> ja, goede titel. Maar, maar uh, je, uh, ondermijnt het feit wat hem al heeft laten zien. Hè? Dat is toch een raket. Het, het, ja, maar als je zegt een striking. Hey, kan niet, maar ik vind een striking nog niet mega goed. Hey, Voor zo... de worstelaar toch wel? Ja, ja dat is, die leert snel, maar die doet dat nog niet zo lang. Dus dat kan volgens mij nog niet op een, op een, op een geweldig. Dat is wat Cory Brunders ook zei nu. Hey, dat is zo'n megatalent. Het worstel is nog maar kort bezig. Wanneer ja. wil ik er nu het liefst tegen vechten? Nu? Ja, of binnen of drie ze... jaar. Want binnen drie jaar gaat hij iedereen opvouwen, maar nu is hij eigenlijk nog vrij. Amateur amateur niveau yeah, yeah. op, ja. hey, dat strijken en mm -hmm. dat ding. Natuurlijk, dat is een mega-atleet, die heeft dat worstelen heel sterk en explosief, goede techniek, maar hij is nog jong in zijn ontwikkeling, en dat is misschien voor Corey mm -hmm. Brundage uh, wel een kans om hem dan eens voor de eerste keer hard te raken en te zien hoe dat hem reageert. De eerste keer wat tegenslag hebben in een wedstrijd, want tot nu toe is hem als een mis door boter, door iedereen op, op, op een minuut, twee minuten, drie minuten. Dat is dat ze die zo geen een, echt een echte tegenstander geven voor de 300. Dat vind ik dan ook. Als de, de volgende nee. zal wel echt iets een step-up moeten zijn. De kans bestaat dat hem dit weer binnen een minuut ah, ja, regelt. Dat is, en dat is natuurlijk tof. Wat ze waarschijnlijk zullen redeneren is dat gaat op een heel groot platform er heel veel ja. casual-kijkers die dat niet eerste keer zien. Ja. Dus op zien. je moet er altijd van uitgaan, ze hebben er wel een plan. Uh, ze weten het beter. De UFC wil ook wel echt terug naar een All-American. Ja. Ja. Een Amerikaan op een hey, ja. gewichtsklasse 84 ja. is toch wel een aantrekkelijk ding. Dat is altijd. Charles Trickland niet, maar een All-American? All ja. 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 voor en, veel dus, mensen dus wel, wel Al. Ja. 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 Ik, ik, ik vind niks leuker dan deze spanningsessies te bekijken. Dat is altijd 100%. Hè. Ja, Is, uh... ook tegen beginners. <laughs> ja. Is echt oh. Ik denk, uh, ik denk wel, als je in je close vriend je dan een chance krijgt, dat dat wel een vermoeiend is. Ik denk dat dat wel soms is als de telefoon gaat en die dekking oh, op, niet, op het en je denkt: <laughs> hoeveel nog. tijd heb ik? <laughs> ja. Los daarvan, ik denk dat. Uh, Andries, de mis... Ik hou van onze podcast, maar ik moet echt plassen en mijn neus sluiten. Het is nog maar even. Het is maar even. Ja. Ja. Het is ik heb maar... pijn in bepaalde soorten. Ja. Misschien kun je jij, want dan zal ik ondertussen de pronostiek. Voilà. Ik denk dat je er oh, niet bij wilt zijn met de pronostiek. Ja. Wil jij bij de pronostiek? Ja, zeker. Voor de nieuwe kijkers, wij doen onszelf ook altijd iets aan. Dat doen we al uh, het derde seizoen op rij. Dat is namelijk doen alsof dat we het beter weten. Maar dan. En dan... Uh, dat, is, dat doen we voor niemand It's buiten science. onszelf. Er is niemand die ons, reken, ons rekening houdt. Maar wat wij we wel doen, is het een soort competitie onderling. Um, waarbij dat we dus gewoon voorspellen wat de fights zijn. Maar dat is altijd op basis van een tussenstand. Dus uh, vorige keer ging het over... Uh, ging het over de fight uh, Chito Vera tegen... Sugar Sean O'Malley hebben heel de main card gedaan. Dus uh, ik zal even de stand geven toen. Dus dat waren vijf fights. Ik zal beginnen met uh, het goede nieuws. <kwijden> Jan Kwaaien, is het maximum 5 op 5? Klasse. Ja. Jij klapt omdat dat een kooivechter is. Ik heb ook al 5 op 5 gehad die jij niet geklapt. Ja. Ja. Jij klapt alleen voor kooivechters. <kwijden> <kwijden> um, ja, ik zelf zat op drie op vijf. Pedro op 2 uh, op 5 en uh, jou, ja, Robin 1 op 5. Dat, ah. dat moet echt kunnen. Je gaat al twee keer 0 op 5. 1 op 5, hoe doen we dat daar? Dommig. Dat wil dus zeggen dat de stand, uh, dus uh, Robin is zijn eerste plek kwijt, het is naar plek 3 gegaan. Het gaat het ga snel. Dat en dat wil zeggen dat de. Jan de stand het Nee, nee, het is een gedeelde eerste stand, Jan en mezelf op nummer 1. En ik er op 2. Nee, dat is dan altijd op laatste. Hoe oh. maar hoe kan hij dan naar 3? Ja, om naar hij wordt. Gewoon... Ja, en hij is drie, dan ben ik, ik 2. It's a done deal. Ja, sorry. Oh, ja. In ieder geval, we moeten het nog eens doen, dus we moeten het snel doorgaan. We gaan. moeten kunnen 1 op 5 halen en nog niet laatste staan. Nee, maar eerlijk, want jij bent competitief van geest. Ja. Hoe voel jij je nu? Nee, want er kijken mensen mee. Ja, ik was cocky antwoorden. Dat is mijn fout snapte. Ik ben een beetje de Bo Nikkel van het pronosticeren, een wonderkind, maar <laughs> dan uiteindelijk <laughs> word ik kokkie. <laughs> en uh, ja, dan gooi ik het altijd. Dat is het probleem. <laughs> dat is uw dus, le leven, hè? Ja, inderdaad. Het wonderkind <laughs> dat alles vergooit. Ga <laughs> ja. je, 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 je dat nu terug conservatief stemmen? Of, uh? Ja, een beetje. Nee, ook niet. Want ik, het is wel een moeilijke, denk ik, maar ik heb wel een paar... Ik kan wel weer een risico in mijn spel moeten liggen. Risico. Jan, uh, een één van ons twee moet uh, van ja. de kop af gaan. Ja, alfabetisch is even, Andries. Jan, ik heb dat wel gedacht. En, ja, hey, nee. Ik heb dat vorig seizoen al. Ja, ik, we, doen. Ik, ik ga vast aan mijn liefde. Ja, okay. okay. ja. <laughs> ik, ik pak alleen maar uh, tanda. Ik, uh, <laughs> ik pak mijn verantwoordelijkheid. Uh, uh, waar heb ik je Want ik heb het al opgeschreven. Ja, ik ga voor. Uh, als het, ik kom beginnen met de main card, Alex Pejera tegen Jamal Hill. Ik kies voor Pejera. Jan? Ja, ik ook. Ik ga van Jamal heel puur nee, het eerste, wiskundig. Het is eerst Robin, man. Oh Hij ja, staat die is er, er, is dus erger. Staat er dus, uh, Ja, sorry. Robin? <laughs> ik kies voor de heel. Dat vind ik flauw. Dat is niet waar, ik heb er aan raarstaan... Ik heb per ongeluk verklapt oh, dat ik heel, heel ging pakken. Gij ook, heel? Ja, tu Ik zei het toch? <laughs> uh, dan de volgende fight. Uh, even doen. Is is, uh, Zhang Weili tegen Jan Shanan. Ik heb uh, even kijken, ik heb Weili geschreven. Ja, ik ook ik ook weely jannek niet goed en dan de volgende fight is uh, Holloway tegen Gaethje ik heb uh, toch uh, Justin Gaethje gekozen Jan ja ik ook heb jij ooit al tegen Justin Gaethje nee. gestemd I will never. omdat je samen hebt getraind met hem. Ja, ik maat, ben gewoon ook grote fan en uh, ja, een ja, maat ja. zou ik nu. Robin, als jij nu niet Holloway neemt, dan, dan heeft deze podcast geen meer. Wat gaan ze Is het echt... niet conservatief? Aan het stemmen hè? ik zeg het maar. Nee nee, ik weet het. Maar ja, dat is wat ik denk. Uh, ja, Holloway. Ja, ik heb er nog mee getraind. Dus, uh, <laughs> <Ja. laughs> <laughs> Op <Of> PlayStation. <laughs> nee nee. Peter <laughs> Pedro Holloway of Geici? Geici. Uh, Oké. Okay. Uh, en dan uh, gaan we naar even kijken. Charles Oliveira mm -hmm. tegen Arman Tsaroukian. Ik heb uh, Tsaroukian gekozen. Jan? Oh, dat vind ik echt een moeilijke. The champion has a name. Oliveira nog eens. Oké. Okay. Robin? Ah, uh, uh, Tsaroukian. Daar gaan we weer echt. Oh, jongen. <laughs> Olive... <laughs> ja, niks. Oliveira? Oliver, het zit wel goed uit elkaar. Het dus, ja, dus, kan ja. wel een bloedbad zijn, dat is leuk, dat is <laughs> <laughs> En dan, uh, ja, ik, ik, uh, dan is het natuurlijk nog Bo Nickel tegen Cody Brundage. Ik denk dat uh, odds, hè, dus voor mensen die weten, je kunt daar dus echt Vegas geweest kunnen, dat is met een plus en een minus. Uh, en hoe, hoe groter het geld, ik denk dat bij Bo Nickel, heb ik het goed gezien, 2500 of zo, het is echt honderd ja, dollar te winnen. Ja, het is zoiets iets heel uh, ja, ridicuul. Het uh, dus geld gaat maal 15 of ja, zo. Er is niemand idee, die nou. in Cody Brundage gelooft, maar <laughs> ik reken wel op Pedro <laughs> en Robin. <laughs> ik, ik ga daarvoor. Ja, ik moet. Pedro, ze gaan we niet van die laatste plaats afgeraken. Hè? Ik ga daarvoor, want dat wordt de major opzet. En Bo Nickel oh. denkt dat ze hier een kei voorschotelen, wat afgeleid en uh, Brundage wint. Okay. Maar ik heb heel gewoon al Nicol ingedikt. Ja, ik heb er geen tijd voor hier, uh, hier nu over te discussiëren. Uh, ja, ja. ja. Oké. Okay. Um, misschien een te ronden. ik heb nog een paar dingetjes dat ik, dat ik wel leuk vond. Um, Robert Whitaker tegen Gamzat Shimaev ziet er precies aan te komen voor de Seen Saudi-Arabië voor de mm. eerste keer. Halle. Weet je wat ik leuk vind? Dat ik daar geen pronostiek voor heb, dat ik daar gewoon naar ga kijken en die vijf ja. echt stress moeten hebben wie dat er Heel veel pronostiekstress tijdens bekijken. Ja, ik merk dat wel tegenwoordig. Als dan die dingen. en dan stem ik eigenlijk gevoelsmatig op de andere. maar heb ik letterlijk met een pronostiek op de andere. En dan, weet ik dat, dan zit ik daar gewoon aan te kijken. Van, ah Waarom doen we dat eigenlijk? Nee, je wint altijd. Maar eigenlijk, zeg, wij, eigenlijk altijd. wil ik dat zeggen dat, wij, dat die, die pronostieken. Er is, ik heb nog nooit iemand gehoord. in een luister die dat, dat echt leuk vindt. Ja, maar wij, wel. Maar wij verkloten eigenlijk onze UFC-ervaring door. Ja, wij vind... doen dat voor de mensen. Maar als je een 5 van 5 haalt, no better feeling in the world. Zwaar. We kunnen niet wachten tot die WhatsAppjes binnenkomen. Echt waar. We de volgende fight winnen of nog eens 5 op 5 halen met een fantastische. Als ik het niet gezien <laughs> heb, ja, dan weet het gewoon al. Hè. Iedereen al gezien? Nou, 5 5. Zorg Nee. nee. <laughs> Tuurlijk niet. <laughs> um, maar wil ik nee. nog even zeggen. Het sowieso een goede fight. Vooral ook, uh, je voelt ik denk dat Bisbing was of zo. Michael Bisbing, een uh, vroegere uh, kampioen, nu ook analisten zei van ja. Cardio is niet gemist uh, zijn zo'n grote vriend hè. valt altijd toch wel de middelste ronde stil om te coasten om dan goed te eindigen. Whitaker geen probleem problemen. Ik denk dat de odds wel eens voor Robert Whitaker gaan zijn. Nooit. Maar ja, dat is obbige. Ja, hè? ik weet niet wat de odds erin zullen volgen, maar ik vind uh, ja voor, eigenlijk voor allebei het wel een hele moeilijke fight, maar inderdaad die championship experience, Whitaker dat heel moeilijke take takedownen is. Mm -hmm super snel en goed is. Auto, aan de fiets. Nee, ja, hij ja, zag, ik heb het stil, keer wel nee. het gevoel ook, wat we erjuist juist zeiden over, ja nog niet Holloway, maar gewoon, die is wel een beetje op zijn way out en dat vond ik ook in die Costa fight. Hij zag er wel strakker uit dan ik had verwacht, ja. maar die is toch een beetje rusty. Ja. Niet meer zo wow. indrukwekkend, denk ik, als een paraly. Ja. Maar goed, ja. nog altijd heel goed, hè? zijn zorgen voor later binnen. Ja. Ja. Het, het is doen, wel maar... een supergoede. Het is wel een leuke uh, announcement. Ja. Wou ook nog even doen. Uh, het was ook uh, afgelopen weekend was het, of nee, het zal dan uh, tien dagen geleden zijn, als dit uitkomt. Bruno Silva tegen Chris Whiteman. Chris Whiteman, ook uh, ex uh, middleweight champion. Hey. Iemand die de laatste jaren een klein beetje verval, een klein beetje serieus verval heeft gehad. Nog eens in de wincolumn. Dat is niet zonder controverse tegen Bruno Silva. Twee iPokes. Hij heeft het uiteindelijk wel gekregen. Ze hebben het wel omgedraaid van een TKO naar een gewone decision. Daar moeten we het niet per se over hebben, maar de iPokes wil ik toch eens even vragen. Daar hebben we het denk ik nog niet over gehad. Omdat er heel veel te doen is geweest dat Bruno Silva te. Dramatisch gereageerd had op die iPokes. Een beetje naar analogie, wat in het voetbal ook wel was uh, afgelopen weekend. Ja. Jan, voor iemand die waarschijnlijk het meeste kans van ons heeft gehad om mm -hmm. een iPoke in zijn gezicht gehad te hebben. De iPoke kan nu gehad? Ja. Nee. Dat is lang geleden. <laughs> Verlof, per de land voor de win. Maar um, hoe, uh, hoe erg is een iPoke? Ik heb dat nu zelf gelukkig nog nooit echt uh, hard meegemaakt. <laughs> geland. <laughs> Ze <Zijn> werd <magic> gecanceld. <laughs> jij gaat er die lakjes, hè als een goede grap mag de main card kosten <laughs> uh, maar ik denk zeker die die pokes nu tegen Bruno Silva was echt wel brutal ik won, eerst links naar rechts ik snap wel dat je neergaat ik bedoel je kun je er toch niet tegen verzetten je gaat ervan uit dat de ref dat heeft gezien en je reageert er gewoon op van uh, heeft er geen fans mee gewonnen met en er ook zo wel over reageert van oh, je moet er niet zo flauw over doen flauw nou ook tegen van uh, we gewoon ja no contest uh, waardig ja. en geen win. dus uh, okay. een probleem je, dus, die handschoenen van de UFC zijn zodanig tijd dat je, je handen blijkbaar een beetje open trekken dus er klagen heel veel vechters over dat, die, dat je ja, bijna al niet anders kunt als je hand gestrekt of je moet hele tijd echt je hand aanspannen om dat te vermijden ja er moet wel echt iets aan gebeuren want dat is uh, ja, een probleem daar zouden geen fights mogen beïnvloeden. Zou dat kunnen? De VAR heeft alleen nog maar goed opgeleverd in het voetbal. Maar nu, het is toch duidelijk dat die sequence komt. door er twee mega brutale i-pokes. dan kunnen ze toch ook die nog het sorry, no kut. Ik vind dat. Beth Whiteman zijn speech alleen gedaan. Dat is nu geen reden voor mij om te zeggen: die heeft gewonnen. Dus jij vond terecht dat Bruno Silva. Ja, zeker. Jongens, ik wil ook nog even excuseren bij jullie. Ik trek hier al twee jaar aan de kerk met humor en interessante vragen, maar ik ben vandaag gewoon niet met een sas. Ja, ik ben wel ik ben blij dat echt... je dan ook ziet, want ik denk dat heel veel mensen dat ook Oef. voelden, zagen, <laughs> dachten en blij zijn met deze mededeling. Wat kogippen me Ik zit hier. Hè? Ja, ja ik weet nog. Ik weet niet wat er staat, maar we moeten het. Event van het jaar, eh, of het, het film event van het oh, jaar ik ging echt zien. Ah, dat moeten we nog doen. Ik heb hem alleen nog niet gezien. Je hebt hem nog niet gezien. Ik, ik, ja, sorry, ik ging hem, ik ging uh, hem afgezet. Ja. Roadhouse, kom ja. aan. Wel het grootste uh, Amazon Prime debuut. Was het 50 miljoen? 50 miljoen. Uh, ja, heel veel mensen hebben hem wel gekeken. Dat wil zeggen, hè? voor iemand, hey, Robin, uh, voor iemand die weet wat het is, als er iets mensen naar uw film komen zien, uh, 50 miljoen, ja, dat is, is dat wereldniveau? Ja, dat is sowieso superveel, maar ik vind dat bij streaming altijd wel ja. zo. Hey, heel veel mensen hebben volgens mij sowieso wel Amazon Prime gepakt voor die film te zien. Nee, maar je. wat ik grappig vind, meestal weet het niet van streaming. Het streaming is ja, meestal ja, grote, de grote duisternis. Ja. Dus ik denk dan altijd, als je het niet zegt, is het ja. omdat het niet zo'n vetten is. Dus als ze het nu zeggen, moet het toch wel straf zijn. Maar ja, als ja. je het zegt, is dat wel waar. Waar zijn die cijfers? Waar zijn die tabellen? Ja, dat gaat, of opgezet? Hoeveel mensen hebben hem afgezet? Ah, ja. 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 Ik heb hem ook in stukjes moeten bekijken. Want ik vond het een uh, lastig. Ik om... ook. Het is te. Nalastig. Ja, Kinderen, mij, wat mij gewoon opviel. Ze dus doen er Zelfs alles lian. aan om het roadhouse te beschermen. En dan heel de climax op tijden is. Gewoon Jake Gyllenhaal die er alles aan om het roadhouse te vernietigen door de door door IJ Dus dat wordt dan helemaal aan gord geslagen terwijl heel de opzet is om dat ding te houden. Dus het einde is dat roadhouse gewoon kapot is geslagen, eigenlijk. Man. Ja. Ook tof dat, dat je tijden hier al ja. meegeeft voor de 50 <laughs> miljoen mensen die het nog niet hadden gezien. Oké, okay, ja. maar dat, was, uh, dat vond ik een beetje. Maar, ja, het was echt on, zo onnozel als het maar zijn. Ik denk te, ze wel te... even, even serieus, uh, los van de kwaliteit van de film. Uh, we gaan ervan uit dat die 50 miljoen klopt, hè, want anders ja? kunnen, we, kunnen we gewoon niet babbelen dan. Je wilt dat dan wel zeggen uh, dat het Conor McGregor-effect. Ja. Gaan we die nog in film zien? Want als ze hem dat wil nee. doen. Hoogst betaalde debuut van een acteur in de geschiedenis van de film. Ook? Conor McGregor. Ja. Ever. We, ja. Jij als uh, regisseur zou hem hem in een wereld waarin dat jij dat ja, soort films zou ik... hem kasten. Ja. Ja, ik denk wel heel veel charisme en, en dingen, maar ik vond wel. Maar er zitten niet echt signs in, Rosa. Als het eens wat je doet, is ergens binnenkomen en, en zo. Yeah. What's up, fellas? Ja, ja. Also, dat, dat is het eigenlijk zo. Er, is wel een ah. goeie, er zijn wel van die goede memes waar iemand zegt, ja. Uh, die zo dat. De, de enige wijze waarop Conor McGregor in die film loopt. En ja, heb ik niet gezien, maar ik moest er wel mee laten. Ja, maar echt, ja, dat is ook wel op deze meest opgepompte periode. Want op een gegeven moment moet hij zo ergens in een tuin komen om te zien dat zijn vrienden er niet meer zijn. Dat, dat is gewoon. Een skitje, Die waggelt gewoon rond. Ja. Hey, ik, ik vond het wel heel campy, trashy, leuke fun. Maar ja, als je, als je de de er niet van inziet, is het wel een vermoeiende. Zie, ik, ik kon het niet aan. En okay. het is mijn lieve dat ik ernaar keek. Maar dat is te dom gewoon. Hè. Sorry. <laughs> Laat het weten via de comments ja. of dat ja. je het uitgezien. <laughs> um, ik denk dat ik nog eentje heb. En dan zijn we rond. Uiteraard, UFC 301 zo volgende keer doen, is in mei is. Voorlopig nog niet de zotste kaart. Dus ik denk dat we dat nee. gewoon kunnen laten voor wat het is. We zijn een MMA-podcast, maar dat wil toch ook niet zeggen dat we toch een klein beetje respect gaan doen. Rob, de Dutchman, Kaman is overleden. Uh, zoekt de man op een negenvoudige kickboxing en Muay Thai-wereldkampioen. Maar misschien ook al iemand die mede de Nederlandse school ja. van kickboxen gevormd heeft. 63 jaar is hem geworden. Mr. Lowkick, uh, zoek het op, die highlights. Uh, dat is uh, zeer, zeer uh, indrukwekkend. Ja. Nee, inderdaad. Boven. Nog even Robin. Ja. On that note, ik wil daar ook nog vermelden. we hebben Jarno Ernst, dus ja, ja. momenteel de enige man in de UFC van de Nederlanders, heeft zijn eerste win gehaald, ja. ook direct Fire of the Night. Dus in dat moeilijk parcours gestart met twee verliezen. En nu dus met een heel mooie yes. partij gewonnen. Dus ja. dat is uh, heel leuk. Germaine de Randamy vecht nu dit weekend, dat zal al gebeurd zijn als deze aflevering uitkomt. Dus dat is ook leuk. Die is, die is mama geworden, lang uitgewist, maar ook normaal kampioen uh, bij ja. de vrouwen. Dus die is nu terug, altijd leuk om te zien. Uh, dus ja. Nederland, twee jaar stoppen als ze hem, uh, Ja, ja. Ja, zijn, ja dus, uh, Maar het is niet, hè? Nee, uh, ja, dus uh, alles hangt er vanaf. Twee fights die uh, close waren en leuk waren om te zien, maar hij verloor. Hij was ook wel short notice in. Uh, wel maar mooi dat je kans fight. die ja. de kans heeft gehad. Ja, ja. Want dat dan, is ooit uh, ook al anders ja. geweest. En hey, als we hier terugzitten, heeft de Jan zijn een kamp gewonnen. Hè? Yes. Uh, uh. Dus uh, Jan, wij duim voor u. Wij gaan kijken. Thank you. Make a sprout. Kun jij terug laten groeien. Ja. <laughs> Eindelijk. Nee, ik zie. You got this. Yes. Hoeveel zijn. geld er op die Grieken gezet? Hé, feta, hoe zit het jongen? Oh! Ik denk dat dat tijd is om af te rollen. Goed, dat was hem. Onze yes. allereerste voor echt. Ik denk dat we al eerlijk kunnen zeggen dat we niet veranderd zijn. Hè? Nee. Het grote succes heeft ons niet veranderd. Man. Nee. Los daarvan, dit was hem hier op GoPlay dit weekend. Uh, zeker checken, zoals sinds het begin van het jaar. UFC volledig gratis te zien op GoPlay. Net zoals dit en ook UFC 300. Het historische event van de nacht van zaterdag op zondag. Zeker checken en wij zijn er volgende maand terug. Bye.